Het duurt even voordat de wedstrijd op gang komt, maar dan brandt het aardig los met een hoofdrol voor de spits van VVV. Hier wordt hij gezocht, via een omweg gevonden. Na het foutje van Blekson is daar Sven Braken. Hij zet VVV op 1-0. Het is een ongelukkig moment natuurlijk van de verdediger van Telstar. Maar stuit van het scheenbeen en Braken schiet binnen. Telstar krijgt wel degelijk kansen. Wil hier een penalty? Dat zou niet terecht zijn geweest, want Blekson krijgt de bal op de arm. Maar het schot is wel heel vrij vervolgens van Ozan Kutsu. Mooi gered ook door Van Krooi. 1-0 dus de ruststand. Tweede helft. Dit is slordig zoals de bal daar verspeeld wordt op het middenveld bij Telstar. Veel felheid in het spel bij VVV. En het leidt tot de 2-0. De tweede van de wedstrijd van Braken. Mooi snel uitgespeeld. Schrooien met de paasje op Braken. Hij schiet hem diagonaal binnen. 2-0 dus voorsprong voor VVV. Dat wilde wat laten zien. 1 punt uit de laatste 4 wedstrijden. 1 doelpunt gemaakt in die serie. En nu maken ze 3-1 wedstrijd. En weer is het Braken die hem maakt. Hij hoeft er maar tegenaan te lopen. Maar het is wel een hat-trick voor Braken. 3-0 na een uur voetballen. En dat loopt hij dan makkelijk weg bij de verdedigers van Telstar vandaan. Kwartier nog te spelen. En daar is Aktas die hoog boven alles en iedereen uitkomt. 3-1. En toch geloven ze er nog wel in, de Witte Leeuwen. Hij komt hem goed binnen naar de verre hoek. De paal wordt niet afgedekt. Ja, en een paar minuten later, Telstar zet toch wat druk. Voetbalt ook best wel aardig mee hoor, bij tijd en wijle. En het heeft natuurlijk een routier in de spits. Die kiest die positie, klein oplet. En die schiet hem lekker binnen. Gaat zijn contract waarschijnlijk toch nog met een jaartje verlengen. De 35-jarige aanvoerder van Telstar. Het wordt 3-2, maar de 3-3 blijft uit. VVV herstelt zich van de slechte serie en verslaat Telstar dankzij Braken met 3-2.